Eerstens gebruik ik het gereeld om kuskarre voor kinders te maken. Want dat is niks lekkerder als een van jullie oude dik kredietraads voor een as nie. Al wat je moet doen, je bijt hem vast onder in je kuskar, zet een koperpijpje oor, want anders gaan die kredietraad jou wielen opneek. Zet een koperpijpje oor, schuif je wielboor en zet een bout op en laat je lekker stevige as voor een kuskar. Een ander wat ik gebruik is mijn 8 mm rad, of hier so in die 10 mm is ook een baie lekker een, is om rakken op te zetten. Al wat je hoeft te doen, je boren 11 mm gat in die muur, zoals bijvoorbeeld in die baksteen, wat hij lekker los inpas. Spuit het vol epoxy. Kap hem maar in. Wat nou gebeurt, die epoxy peel lekker is so in die schroefdraad in, en hij bind baie vast aan die klip. En al wat je nou te doen is om een gat in jouw plank te boor, kap hem boor die thredendraad, die saag hem daar af, en dat je floating cells wat baie mooi in jou muur lyk. En een ander wat een van mijn gunstelingen is, is om het te combineren met jouw expansion ball soos hierdie. Al wat je doen, als je voorstelt, dit is nou jouw dak, wat misschien een metaal dak is, ach, een cement dak is, boor een gat, zet je bolte in en draai hem vast. En zo goed daar kry. Okay. Wat je nou doen, nou draai je hem eerst vast, laat hij nou lekker uitsit, want wat nou gebeur, hy trek hom nou daar vast in die baksteen, daar is hy, en nou kan je hem gewoon een keer weer uitkry nie, en nou draai je hem net los. Want nou sal die binnenwerken op sy plek wees. Net so. En wat je nou doen, vat jou 8 mm snedendraad, wat die selle skroefdraad as die bout het, sit een moer daar op. So lekker tot daar. En dan draai je vir hom, maar net weer terug in daai ene in. Soos dit. En nou vat jy die moer wat je daar aangesit het, en trek hom het weer lekker vast. Nou die werk hy precies die selle as wat die bout wat jy het, en hy trek hom teen die muur vast. En as het nou jou plafond is, kan jy van jou plafond af hang, jy kan net een houtbalk vat, een gat deurboor, het oorskuif, nog een moer insit, en hou jy die eerste rak daar, sit nog een plank in, nog een rak daar, en dan kan jy mooi 3 rakke maak, en jy kan veel prachtige, bijvoorbeeld, rakkies in jou kombuis insit.